er zijn ook bepaalde dingen. Real werd met 3-2. Hoppa. Ja. Ik heb je bril tegen mij. Ik ga proberen om die bril voor jou. Net gemisselijk. Nog een keer. Bijna. Wacht. Jij bent de krim, ik ben de raket. En dan... Ja! Maar maak je verhaal even af, René. Dit was niet de bedoeling van het programma. Nee. Rusland. Kijk, het is zo. Het is zo dat... Een ijsbeertje? Nee, het is zo dat... Kijk, Rink in de Stars. Ja. Nou, dat had hij nog 30 jaar kunnen doen, hadden we ons 30 jaar de tyfus gelachen. Ja. Maar er zijn heel veel mensen die denken dat ze heel veel kunnen. En deze jongen beheerst die positie voor die... of achterste linie, beheerst hij als geen ander. Dat hebben we gezien. Ja. Maar waarom ze nou elke keer daar neer gaan zetten... waarvan ik denk, zet hem daar nou niet neer. Mm. Waar hij nu speelt, kan Donny van der Beek 10 keer beter. Ja. En dat vind ik jammer, dat vind ik zonde. Want wij hebben toch genoten van die kleine man. Fantastisch. Ook wedstrijden tegen Frankrijk met het Nederlands elftal. Hoe goed was die wel niet? En dan weet ik wel, Johan, dat op de positie waar hij speelde... verdedigen mensen niet echt. Daar heb je de Suarez'en, die doen dat niet, half-half. Nee. Veilig terrein. Op de positie waar hij nu speelt, verdedigen ze wel. Ja, staat hij onder druk. En daar heeft hij het moeilijk mee, dat kan hij niet. Dat kan hij niet. Ja, maar ze zullen daar zeggen, een jongen met die kwaliteit, die moet het maar alles leren. Alles kunnen, ja, maar dat is gewoon niet zo. Ja, goed, we gaan allemaal meemaken of hij nog een beetje zichzelf gaat hervinden. Jij hebt ook veel gedaan, hè? Ik heb veel gedaan. Maar waarom heb je dat gedaan, man? Omdat ik soms... Ja, je kan toch beter, maar gewoon als je nou een paar dingen gewoon hartstikke leuk beheerst. Was het nou een vraag of ben je nou een essay aan het... Helemaal niet, ik vraag dat gewoon. Ik geef antwoord. Ik vind, je hebt gelijk, misschien heb ik iets te veel en ook dingen gedaan... van je dacht, had je die misschien niet moeten doen. Maar ik vind gewoon... ik ben een beetje rupsje nooit genoeg. Ja. En ik denk, het laatste programma dat ik heb gemaakt, De Bus... daar ben ik heel erg blij om. Busje komt zo. Dat is weer een ouderwets goed programma. Ja, wat ik al zeg, je moet alles... Ik bedoel, als ik overlijd, zal het niet zijn... had ik dat maar nog gedaan. Ik heb alles gedaan. En dingen ook slecht, dingen ook goed. En ik vind het gewoon leuk. Maar je wilde dat altijd gewoon. Ja, ik wilde het altijd. Nou ja, en je moet niet bang zijn dat iets mislukt. Nee, maar dan is er niks mee. Wij zitten al 14 jaar zo, maar ik bedoel... Dan denk ik, ja, dan moet je wat anders gaan doen. Maar jij bent niet het tv-maker. Nee, dat weet ik ook wel. Als je vanavond in bed ligt en je hebt over de Krim... moet je ook denken, ik ben geen tv-maker. Nee, ik zeg ook niet dat ik dat Oekraïne-probleem op ga lossen, Paul. Dat zeg ik ook. Nee, ik begin eraan. Ja, precies. Lijkt me heel verstandig. Ik hou je in de gaten. Misschien moeten jullie gaan dansen. Ja, want zij is ook jullie bij Dancing with the Stars. Misschien helpt dat. Het wordt veel lichter in de hoofd. En dan worden jullie ook allemaal... Eet, twee... Gelukkig. Ja. Ik krijg nog even een...